daar zijn ze, de mannen van Tiroler Teufel. Ah jongens, wat een weekend de vorige week, hè? Oh, is het gebeurd? Wat een zamsig, wat een zamsig vorige week, hoor. Ja, het was schoon weer, hè? Schoon weer, eigenlijk. Oh ja, het was super weer, hoor. Super weer. Jongens, voor de jullie net gehoord, wat hadden we gepresteerd vorige week? Vertel, wij noemt het woord. We hebben 31 optredens gedaan van 15 minuten in 15 uur. Op 31 verschillende locaties. In Landgraaf. In Landgraaf. Ja. En ik had u gezegd van, ja, volgende week moeten we natuurlijk terugkomen. En dan gaan we toch eens even verhalen. Wat wordt goed, wat gewoon fout. Wat wordt ludiek. Een leuke anekdote, wat er had met gemak. Laat komen voor hangen aan hun lippen. Er is wel heel veel gebeurd natuurlijk binnen 15 uur. Ja, dus ja. Niet goed hoor. Ja, de highlight was eigenlijk toch wel, kan ik zeggen, dat die bus naarmate de vordering voor de dag steeds voller wordt. Ja, ja en dat het richting het einde wordt echt een jolige boel. Iedereen stond erin. En natuurlijk, zoals hij je al, een pelsje of twee op. Dus het wordt allemaal hartstikke gezellig. En... ja, dat was echt, vond ik toch voor mij wel een highlight. Dat het van wist niet van tevoren wie van u dat met zou gaan. Het was ook al smurrigs best wel leuk met het ontbijt. Ik moet zeggen, ook laatste optreden bij de finale, over de finale houden. Ja. Daar stonden we helemaal vol. Ja. Iedereen weet wat er ging gebeuren. Dus, een haring in een potje had meer ruimte. Ja, het probleem was al wel dat we moesten opzetten onze normale set. Want we zijn natuurlijk onderweg geweest met 3 karaokeboxen met geprepareerd voor onze instrumenten. Mm-hmm. En allemaal tiny en light. Maar daarover dan uitpakken bij het laatste optreden. Alleen verkoos dus niks draaien om. Nee. Ook maar jij op te zetten. Het wordt gewoon... Wat jij zegt. Ja, nog spannend om dat laatste optreden binnen dat tijdsbestek te kunnen realiseren. Want met de drukte, we konden het echt niet opzetten. En ja. We zochten echt in de laatste minuut dat we moesten beginnen. Dat wordt met Dirks, hè? Ja. En ja, ik had die beelden gezien, daar wordt het bommetje vol, hè? Die worden natuurlijk allemaal naar binnen en dan kwam die pas. En dan komen weer ondanks met 50 man, 60 man. En dan moet er door zien langs te komen en op te bouwen. Dat is gezellig. Ja. Daarna, wat gebeurde daarna? Natuurlijk, bos en bloemen had ik voorbij zien komen. We zijn meteen al de route gaan plannen voor volgend jaar. Ja. Dus we hopen toch dat er een stuk of 20 horecagelegenheden bij gaan komen. Oh, dat vind ik een geweldig idee. Een geweldig idee dat er nog 20 bij komen. Het allereerste, wie ging dat af? Even in een notendopje. Er wordt om 8:15 geboren bijgekomen daar. Ja, ontbijten. Mm-hmm. Ja, heel erg rustig, heel erg spontaan. Er waren volgens mij een man of 35 die vanaf het 's morgens al meteen met de bus met waren. Mm-hmm. Dus die waren ook daar tijdens het ontbijt. Ik moet zeggen, heel erg leuk, heel erg gezellig. Mm-hmm. Die hebben ze ook de hele dag ons echt heel goed verzorgd, moet ik zeggen. Mm-hmm. Het eerste optreden, het wordt eventjes wennen om 10 uur 's morgens jodelen. Ja. Leuk gewoon doen. Stukjes pakken tussen de tanden. Goed, maar naarmate de dag vorderde, ging het ook wel steeds beter. En laten we vooral die personen niet vergeten die alles gefilmd hebben. Nummer nog maar eens even, Christian houdt er vandaag nog even op Facebook geschreven, volgens mij of gisteren. Gisteren. Dat, noem de naam even van de man. Ja, Ruben, onze Ruben. Ruben. Daar had alles... Daar had alles vastgelegd, hè? Ja. Ja, wat is nu de vervolgprocedure om in het Guinness Book of Records te komen? Ja, we hebben natuurlijk zo'n applicatie gedaan, hè, voor te kijken of we zo'n record kennen, op onze naam kennen krijgen. En of we dat bestond, dat hadden we nog gekeken, dat besteedt net, hè? Dus we kunnen kijken, hebben we het nog nemens zo gaat gedaan. Mm-hmm. Maar dan moet ik ook eerlijk zijn, door in de database die ze hebben, of in het boek. Ze moet ook eerlijk zijn, we kunnen ook niet echt lezen, maar goed. Er stonden weinig plaatjes in. Maar we hebben dat zeg maar door ingeschoten. En ja, we hopen dat binnenkort door een terugkoppeling op te krijgen. Want dat duurt al, zo 12 weken voordat ze een reactie terugkrijgt. We hebben dit natuurlijk aan een heel kort termijn geregeld en gedaan. Dus binnen 3 weken. Mm-hmm. Maar als ze normaliter het wel eens doen, moesten ze iemand van hun de Bijbels hebben. Dan moesten ze al... dan kun je het natuurlijk doen, ze de gulden en uitgeven. Dan komen ze allemaal aangerend. Mm-hmm. Maar die hebben we dus niet. Dus we zijn eigenlijk afhankelijk van de procedure die 5 tot 12 weken. Dus zeg maar 3 maanden zou kunnen duren. Mm-hmm. Zodat we daadwerkelijk weten of we ons erbij mogen schrijven. Mm-hmm. En moeten we natuurlijk ook kijken dat we alle bewijsvoeringen ook kennen invoeren. Ja, want ja, ze willen het hier weten. Dus daarvoor is dat filmen ook heel belangrijk geweest. Maar ook de getuigen die erbij zijn geweest. Hè? Dus dat we daar ook nog eens vragen. Hoe best ze erbij geweest? Van wie later? Ik weet niet wat ze allemaal gaan vragen. Maar we willen ons dossier klaar hebben liggen. Zodat ze het zo kunnen overhandigen. Kijk maar, dit is wat we gedaan hebben. Kijk, wat natuurlijk heel belangrijk is. Wanneer ze zeggen van nou, dat telt net omdat Genne van Oost erbij wordt. Ja, dan best ze weg, hè? Ja, dat is het risico, hè? Maar niet geschoten. Is altijd mis. Is altijd mis, joh. Ja, ja. En mocht het niet zo zijn, nou, we kunnen nog altijd terugkijken. Met al die luide biezingen, wat een geweldige dag dat wordt geweest. Ja. Wie verstand is eigenlijk gefilmd geworden? Van begin tot einde. De camera is het 's morgens om bij het ontbijt is eigenlijk aangegangen. En dan had de camera eruit gelopen tot na de finale bij de Eddie Derck's in één stuk. Ja, het is doorgewisseld, maar, maar het staat van begin tot einde helemaal op film. Ja. Goed, vergeet even naar de muziek en dan boebelen we nog even lekker weer. Bij ons in de studio de Tiroler Teufel die afgelopen zaterdag de challenge gehaald hebben. 31 cafés, 31 optredens van 15 minuten en de doelstelling was 30. Nou, jullie hebben het dik. Nou ja, dik. Dik. 31 is groter dan de verwachting. Jullie hadden nog op één plek ergens een probleem, heb ik begrepen, hè? Wat jullie niet wisten. Ja, bij een voetbalclub, die waren te laat. Dus de kantine wordt nog niet geopend. Het hele sportcomplex wordt trouwens nog niet geopend. Daarvoor maar voor de gesloten poort op de straat. Voor de visdrijver aan de overkant. En bij de burgemeester Kalstroos, dat was er wel, maar dat wordt nog ergens gehad, hè? Of net? Bij de Watertoren. Juist, ja. Bij de Watertoren. Ja, die hebben het programma aan het begin moeten aanpassen. Ah, dat klopt toch, ja. Ja. De route net iets anders moeten gooien. En dan sturen we dat dan door natuurlijk naar jullie die dat weten. Want dat ene dat niet koos. En vervolgens geven we dus 2 meldingen. Of 1 melding. Dan kun je niet uit om 10:30. Want verdomd pas om 11:00 open. Dus als we vragen van... Ja, we komen met een stuk of 40 lui langs die allemaal doos hebben. Ja. Is het misschien niet verstandig om dan een half uurtje vroeger open te doen. Ja. Maar ja, dan hebben we maar op het terras gespeeld. Het wordt nog gewoon toe tot 11:00. Allee, ja goed, maar het telt wel met, hè? Ik bedoel, die speelt voor publiek, hè? En dus best op een horecagelegenheid, die speelt voor publiek. Dat is, dat is het podium voor ons staan. Dus we hebben dat gewoon morgen een bier rekenen. Ja. Christian Spierping, dat was een beetje Spierping, hè? Nou goed, vorige week, voordat ik hier naar binnen verstapte ik me juist. Verstappen, ja, die verstapte zich ook, maar goed. Ja, precies, ja. Alleen in de vangrail, ik net niet. Maar zijn stap was net te ver. Ja, mijn stap was net iets te ver. Mijn knie vond dat iets minder prachtig. Dus waardoor ik dus inderdaad... wat vervelend erbij liep, zal ik maar zeggen. Ja. En je staat, hè, want zitten, dat is het ook niet altijd dan. Hè. Je wilt toch je dingetje doen, dat iedereen dat ook goed meekrijgt. En dat was ook juist toevallig dat been waar ik dan ook die 15 uur zo'n beetje op heb moeten staan. Oh jee. Om het balans op te houden. Hoe zag die zondagmorgen uit? 2 keer zo dik als de andere knie in ieder geval. Ja jongens, Per, je liet al net een tipje van de sluier vallen volgend jaar. Ik heb er dus over. Gisteren dan met? Ja, maar ik ken jou. Ik bedoel, ik volgend jaar gaan doorrijden. Dat wordt zo. Dan geest u met en deze was overal aankondigen. Ja, dat is goed. Ja. Dat is goed. En nu even live op de radio. Ja, live op de radio, gewoon dat het gewoon volgt. Ja, dat werd moeilijk, want dan moesten we overal een straalverbinding leggen. Hè. Dat werd een beetje lastig. Maar we hebben nog tijd genoeg om dat te regelen. Ja. Nou ja, goed. De kans natuurlijk wel. Telefoon deed tegenwoordig een hele hoop wat ze wel zijn. Dus kan allemaal. Ja, maar... Toen zag ze in het voorgesprek, dat had ze nu net verteld. Uiteindelijk, tenminste echt voor mezelf, was ik van... het viel eigenlijk best wel mee. En volgens mij, mijn collega's, die houden ook wel een beetje het idee van... dat ze het ook wel van metvallen. Dus misschien moeten we dat nog het hoger gaan leggen. En gewoon voor 45 en 24 uur of zo. Ja. Dat is misschien ook wel eens leuk. 24 around the clock, ja. 24 hours around the clock with the Tiroler Teufel. Ja, dat kan. En dat moest ze eigenlijk nu al gaan aanvragen bij het Guinness Book of Records ook zo. Ja, dat is heel ruim op tijd. Dat dan een van die tantes of heren door is en dan zegt van, yes, we are now arrived at the second point. And you can start the show, please. Dat liep wel bij MC, hè. Even door de muziek en dan ben ik wel een beetje terug, jongens. Bij ons in de studio Tiroler Teufel, die afgelopen zaterdag de challenge gehaald hebben. 31 optredens van 15 minuten op 15 uur. Jongens. Veel aan, joh. Ja. Ja, eigenlijk wel. Hè. Ja, vet, hè. Ja, dat soort er bij mij ook zo direct in de kop in, hè. Ja, ik had het gehoord. Waarom je Tiroler Teufel? Nee, wat gunt die dat doen? Ja, die gunt 30 optredens van 15 minuten in 30 cafés doen. Klaar. En wat zei die lui? Hebben die niks te doen? Nou, ze vonden het allemaal wel een leuke challenge. Ja, absoluut. Ja. Jongens, ik wil wel zeggen, overal over zijn gekomen. Overal zult wel lui. En ze hebben ze echt heel hartelijk ontvangen. Overal. Ja, echt een hele leuke dag. Weer veel bekenden gezien. Ook veel mensen leren kennen. Hartstikke leuk. Ja. Nogmaals dank ook aan de sponsoren, hè, die de bus beschikbaar hebben gesteld. De burgemeester is ons nog gaat toverdrank komen brengen. Wow. Dat wordt in het stripperkrutsel. Wat wordt hij komen brengen? Toverdrank. Ja. Toverdrank? Ja. Jägermeister. Ja, dat is zoiets. Alleen dan anders. Dus, eigenlijk heeft ons voorgenomen geen alcohol te drinken tot bij het laatste optreden. Maar dit challenge hebben we dus niet. Niet gedaan. Dat was ook niet mijn insteek om die te halen eigenlijk. Maar Raymond Vlijken wordt er dus van op de hoogte dat hij dat ging doen. Ja. Oké. Dat weet toch alles, hè, man? Ja, maar dat is toch schön. Ik bedoel, hij is zelf ook bestuurder van de mensen allemaal niet weten. Ja. Hè? Was het interview van hem als gezien met Alex. Wat hem man allemaal in zit. En ook op carnavalsgebied. Ja, daar valt ik niks mee in. Dus ja, leuke gasten dat het met de toverdrank komt. Ja, en toen ging het door hadden we nog 31 geholpen en ging 30. Ja. Nou, maar dat verloor al veel op schema tijdens de eerste 3 uur. Ja, maar toch leuk dat de burgervader een weekend toch even de tijd van neemt, toch? Ja, absoluut. Ja, zeker. Ja, zeker. En natuurlijk toch een geetjes in de agenda om... Ja. Maar goed, voor zijn immers wel oud-collega's van hem, hè? Hoezo? Oh ja. We hebben met carnaval in het burgerzaal over... met hem mogen optreden voor het 50-jarig bestaan van Pinkpop. Ah, oké. Toen hebben we weer muziek gespeeld en hij had gezongen, toch? Ja. Ik had van Status Quo, hè, de lekkere rock'n'roll. Ja. Maar ook Rage Against The Machine. Ja. En doe op de kwetsboel Rage Against The Machine. Ja, wil ik toch nog wel eens een keer huren. Nou, volgende week dan maar. Ja, geweldig, denk Christian. Nou, dan komen we toch gewoon volgende week nog een keer terug. Goed, jongens, ja, het is nog tot in de late uurtjes tot, zeg maar, sluitingstijd doorgegangen door bij de Derck's, hè, bij de rotonde. En daarna hadden we nog lekker zitten nakeuvelen. En ja, zondagmorgen was alles voorbij. Alles voorbij. Ja. Maar natuurlijk wel ook genieten van de reacties op Facebook wat er kroegen. Ja, steeds wel even in de belangstelling. Dat is wel heel hartstikke leuk. Ja, nou ja, even in de belangstelling. Daar is 15 stonden in de belangstelling gestangen aan één stuk. Wil er nog Gert aan toevoegen? Ja. Of, als we het niet krijgen, dan eisen we het zelf op. Ja, ik ga natuurlijk gegoven. Ja, dat is zeker wel. Mannen, ja, ik zou zeggen, op naar de volgende challenge. En laat ons Gert huren. Ja, dat komt nog maar terug, hè. Want dat denk ik echt een feit is dat er in het Guinness Book of Records komt. Dat komt er nog een keer terug, hè. Ja, tuurlijk. Dan hebben we met, hè. Ja. Kijk, hebben we dan nu al die honderden lui gewoon persoonlijk gewoon... Ja, want met de mot van wel doen. Die mensen die met horen dan, hè. Ja, die moeten dan ook met komen. Ja, natuurlijk. Nemen ze die gewoon met. We hebben toch plaats genoeg, hè. Daarom. Ja. En die weten misschien nog wel een leuke anekdote bij wet. Ik weet niet hoeveel zendtijd we hebben. Misschien kunnen we al die mensen die een like hebben gegeven alvast bedanken. Dat we ze eventjes noemen. Omste beurs was vorige week. Dank u. Ik zou willen zeggen, doe succes met de knie. En, ja, dank je. Ja, doe dat wel zo. Tot de volgende keer. En, mannen, succes met alles wat we allemaal gaan doen. Kunt goed. En doe bedankt voor de komst van Merkelbeek. Ja, ik moet daar weer met de bus terug. Ik hoop dat ik nog mee kan. Ja. Hoeveel zonnen zijn dat eigenlijk? 3 of 4? Ik weet het niet. Loeser kan ook lopen, is net zoiets. Ja. Dat is toch nodig. Jongens, bedankt. Echt fantastisch dat je dat gehaald had. Gefeliciteerd met het succes. En verhuren elkaar. En dankjewel dat we te gast mochten zijn. Ja, natuurlijk, jongens, natuurlijk. Dat ben er, hè. Schönen avond. Adio.